Na al die uitstapjes konden we eindelijk eens Jungholz zelf verkennen. De camera volgde deze keer de groep die de panoramawandeling maakte. In het kerkportaal hing deze leuke cartoon. Binnenin was het kerkje smaakvol ingericht. Niet sober, maar ook niet overdadig. Na de kennismaking met diverse kruiden in het tuintje bij de kerk, dwarsten we de wijk Langenschwand om de Heugenweek te bereiken. Vanwaar we een mooi panorama kregen over Jungholz en het lieflijke berglandschap. Dit kapelletje vormde de afsluiter van de panoramawandeling. En nu eens kijken wat een andere groep deed. Vooral het laatste stuk van de klim van 550 meter zullen ze zich nog lang herinneren. Het leek meer op alpinisme dan op bergwandelen. Maar de top bereiken was dan ook werkelijk de top, de max. Chapeau voor onze bergratten. Daarboven werd het fameuze lunchpakket aangesproken. Hubert, smaakte het niet lekker? Terug in het hotel werden de belevenissen van de wandelingen onder elkaar uitgewisseld en de genomen kiekjes van de nodige uitleg voorzien. In de namiddag begon onze laatste concertuitstap, deze keer naar Nesselwang. Hier in dit gasthof moesten we zijn, beter gezegd in de biertuin ervan. Na het opstellen van al het materieel wilden sommigen nog wel eens naar de trots van Nesselwang, de Pfarrkirche Sankt Andreas, herbouwd rond 1900 in nieuwe rococo-stijl. Tijd voor de soundcheck. Ja.
Die dreigende wolken voorspelden weinig goeds. Daar komt wat aan, als die maar niet boven ons hoofd uitvalt. We bieden Ihnen wie Orange Mouse een musikalisches aperitief. En smalen om jouw durven dan lach. Blijf lopen, kijk niet om. Ja, daar had je het. Felle regen maakte een abrupt einde aan het concert dat nog maar pas begonnen was. Ja. Zo is dat leven, hè? Na een half uurtje stopte de regen. Maar het concertgervatten zat er niet meer in. Vooral omdat heel wat technisch materiaal kletsnat was. Dus gaven we een concert zonder orkest. Christa's beloofde zangbeurt in het concert was in het water gevallen, daarom nu zonder orkest. Landen in een sneeuwbed, heerlijk in de barenvesten, schoeien zonder daden in de touw. Landen in een sneeuwbed, heerlijk in de barenvesten, schoeien zonder daden in de touw. Weet je nog die lange reis? Ik wou. Weet je nog dit verre land? Vol de zomersneeuw en ijs, daar de koppen hand in hand. Nu hebben we een weer bloem, en nog roept het groene dal. Gaan we dromen van de band, die eet zo groen, die drinken zal. Eine lange Reise machen, fremde Menschen, fremde Sprachen, drangen sind die Ferien in Lichtau. Wo
Overwind in Alpenwinden kan mijn reis in vrede vinden. Vrijheid sind ik vele in de kant. Banjo's! Tot slot van de dag was er de officiële abschiedsstunde. Eerst en vooral werden Christa en Hans met een vakantiebon bedankt. Zonder hen was deze reis onmogelijk geweest. We freuen ons dat voor Sie das jetzt so eine schöne Reise war, dass es so schöne Tage waren. Es war das Wetter herrlich und wir hoffen, die Auftrittsmöglichkeiten waren für Sie ganz schön. Für uns auf jeden Fall schon. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt so wie ihr seid, lustig und der Musik verbunden. Vielen Dank. Vanzelfsprekend mocht Christa haar zangtalent nog eens laten bewonderen, waarbij Rick zijn tekst lieflijk aanpaste. Ik vergis hem dat ik niet. Schöne Christa auf Tirol. Leib und Seele sind erfrischt. Alles ladet uit zum Wohl. Vier kon Yves ons melden dat er 89 cd's verkocht werden en dat de spendekiste meer dan €500 had opgebracht. Wat bewijst dat onze optredens geapprecieerd werden. Er werd die avond ook heel wat verloot, maar dat zou ons te ver brengen. Laten we het houden bij die mensen die omwille van hun speciale verdiensten in de bloemetjes werden gezet. En dan maar naar zoveel mensen toe. En Hubert had voor ons nog een ode aan het lunchpakket in petto. O, nederig en in gouden lunchpakket. Nu word je ook eens in de bloemetjes gezet. O, steun en toeverlaat van onverschrokken trekkers. Gevuld met proviant en nooddruft en veel lekkers. Met liefde en veel zorgen toebereid. Ten koste van wel heel veel doorlooptijd. Voor jou geen sterren van de Michelin. Geen vlaai croissant of wufte tartatin.
maar liever een beladen pistolet of twee. Daarmee is elke echte wandelaar tevreden. Als op de top naar berg en dal hij schouwt, zingt hij uw lof, terwijl hij dapper koud. Last but not least werd ook de man aan wie wij allen zoveel te danken hebben, met grote erkentelijkheid bedankt. Ik denk dat wij het ook allemaal echt appreciëren, Fons, dat je nog zo dartel als een hinde, al is het soms evenals een moede hinde, met ons mee optrekt en zo onze concerten, en zo alert tenminste onze concerten bijwoont. We hopen dat jij even fier mag zijn op het Banjo-orkest als het Banjo-orkest dat op jou is. Fons, van harte bedankt. Zum Abschied reiche ich dir die Hände und sage, es kommt noch ein Wiedersehen. Ein schönes Märchen geht zu Ende. Ein mooies Sprookje von die Daal kommt zu Ende. Daarna overliep Fons het feest van de voorbije dagen, waarbij hij zijn enthousiasme over het concert in Tannheim niet onder stoelen of banken stak. Ik hoorde daar mijn banjo's in volle klankbezetting, de pizzicato's en een ding. Ik zeg, zo is het. Maar ik heb daar persoonlijk een goed moment beleefd. Ik zeg, dat is mijn orkest, hier voel ik mij gemakkelijk. En wat ik verlang dat ze zouden spelen, spelen ze. Voor het slot van zijn toespraak greep Fons naar het boek der psalmen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We zullen hem vieren in blijdschap. Ik heb de indruk dat deze dag nu er ook op geleefd. Tot slot werden Anne, Patrick en Christian tot nieuwe beschermleden benoemd.